In de schiehaven in Rotterdam ligt het motorschip Eendracht te wachten op een gewichtige lading. Hier komt 1/850ste deel ervan. Ongeveer een jaar geleden kwam een commissie uit Peru hier om Nederlands vee aan te kopen. Na langdurige onderhandelingen is het men het tenslotte eens geworden. Meer dan 1200 koeien werden aangekocht. Enkele tientallen zijn reeds verzonden. En nu worden er in één keer 850 verscheept. Alle drachtige vaarzen. Na de treinreis uit Friesland en de kop van Noord-Holland volgt voor de dieren een luchtreis. De Eendracht is voor dit transport speciaal ingericht. Op het onderdek, het tussendek en het bovendek zijn stallen gebouwd waarin het vee gedurende de overtocht naar Zuid-Amerika zal verblijven. Honderden tonnen stro, hooi en veekoeken zijn voor deze reis die ongeveer één maand zal duren ingeslagen. De Peruaanse regering verwacht in een periode van enkele jaren een krachtige veestapel te kunnen opbouwen. De kwaliteit van ons Nederlands stamboekvee staat daar borg voor. Het water van de